Yo gasten, en welkom terug bij een nieuwe WWE 2K19 My Career. We gaan door, we gaan verder. We hebben de titel van de United States Championship. We zijn maar S57 overall. En ik heb een nieuwe look. En ik heb nieuwe moves. Ik heb even wat loot crates geopend, want ik had blijkbaar best veel punten. Ik ga ervan uit dat je die punten wint of krijgt door middel van de My Career te spelen. Want in die loot crates zitten allemaal spullen voor je poppetje, waaronder moves en boosts en ook attire gedoe om je poppetje eruit te laten zien, haarstijlen, noem maar op. Genoeg daarover, wij gaan nu door. Die nieuwe look gaan jullie zo wel zien wanneer we verder gaan met een match of als we in een cutscene komen. Allereerst gaan we luisteren wat Baron Corbin en Daniel Bryan te vertellen hebben. It's appropriate my finisher is called the end of days, because if I get a shot at your US title, you're gonna lose it by the end of the day. Leuk verzonnen. That will be an epic failure on my part, wouldn't it? Kind of like someone cashing in their money in the bank briefcase and not winning the title. Don't worry, I'm not going to pull a Corbin. Ay 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 ay, nice comeback. Okay. Oh, Baron Corbin side match and I have a Daniel Bryan. Eerst maar even naar Daniel Bryan. You're certainly off to a hot start here on SmackDown with your US title win over Bobby Roode. Is there anyone you'd like to defend your championship against first? Nou, wie weet Corbin, als hij toch om zeurt. Ja, yeah, you just said it. I did? Anyone, I'm going to take... Oh, nice. I'm going to take on any challengers. Well, that makes my job easier. Ja, doe je ding, man. Doe je ding. Maar wat is die side match nu? You talk a big game for someone who's won two matches. That's two more matches than you've won lately. I think you need a lesson in respect. Oh yeah, he's going to teach me. I will look into that, but right now I have to go out to the ring to make a big announcement about my US title. I think you will be interested in what I have to say. Ah, nice. Dan gaan we dat maar even doen. I can't wait. Nou, op naar de ring. There's something special about being the United States champion. Sure, there's a long list of legends who have held this title, and that's great. But it's also how this title has been defended that makes it so special. It's a tradition that started with John Cena, and I've decided that I'm going to continue that tradition. Now, I'm not going to let this title sit on a shelf and collect dust. Oh no, I'm going to defend it every chance I get. That's why starting tonight, I'm bringing back the US Title Open Challenge. So whoever's ready to step up and face me, come on out right now. Who's going to be the first superstar to answer Buzz's US Title Open Challenge? Baron Corbin has been itching for a shot of the new guy, and now he gets it. Now this could turn out to be a very short United States title reign for Buzz. Alright, daar gaan we. Corbin is dus de challenger. Dat was best wel te verwachten dat hij eruit zou komen nadat we dat backstage gedoe met hem hadden. Nou, wat vinden jullie van mijn look? Ik zou zeggen, laat het achter in de reacties. Ik vind hem wel vet geworden. Het is niet meer zo'n generic look. Het is misschien een beetje over de top wat ik heb gedaan met de kleuren en shit. Iedereen weet natuurlijk waar de face paint en de body paint vandaan komt. Geïnspireerd door Finn Balor. Die kreeg ik in de crates. En dat zijn legendary of rare of epic dingetjes die je uit die crates kan krijgen. Voor als jullie dat zouden willen weten. En dat is wel tof. Dat is wel... Oh. Dat is gewoon... Dat is nice. En dit heb ik ervan gemaakt. Dat is het tofste wat ik er naar mijn idee van kon maken. En wat ik tenminste tof vond. Ik hoop jullie ook. Ring Escape. Ik wou zeggen. Die hebben we nodig, maat. Oh, really? Hoe heeft hij gereversed daar? Hij heeft hem nog. Dit is... Daar gaan we weer. En ik ben de mijne kwijt. What the hell? Dit is zo'n age. Ik snap het niet. Ik snap deze game daarin niet. Ik snap de reversals niet in deze game. Ik heb de tijdje niet gespeeld. Ik heb heel veel Red Dead gespeeld. En
Ik begreep toen al niet hoe dat zat met die reversals. Want ik zag de AI soms reversen zonder reversals te gebruiken. En nu gebeurt het verdomme weer. Ik snap deze game daarin niet. Ik snap dat reverse... Er is iets aangepast naar mijn idee. Als ik het mis heb, verbeter me gerust. Ik maak ook fouten. Maar... naar mijn idee is er iets aangepast. Hij heeft ze gewoon alle drie, die klootzak. En... I don't know... Oh, hij heeft er alweer in gebruikt. Dat is shitty. Ja, ik snap echt niet veel van dat reversal system. Ik ben nu al open! Dit is geen goed begin. En we zitten hierin. We zijn in het publiek. Hoppa, terug maatje. Hey, ga er overheen dan. Nee, dit moeten we niet hebben. Ga er verdomme, hoe ga ik hier overheen? Challenger starting to falter. Hoe ga ik hier L1? Hè? Dat deed ik net ook al een paar keer, maar daar had hij geen zin in. Oké, nou moeten we even in controle blijven en damage dealen aan Corbin. Want dit gaat de hele verkeerde richting op, man. En hij blijft maar reversen en shit. Comeback. Nee, niet nu al opstaan. Maatje. Ik ben mijn comeback niet eens aan het doen. Even schiet op, maat. Ik kan hem niet doen. What the fuck is hier nou weer aan de hand? Whatever. We hebben onze signature move toch al binnen. Dus wat dat betreft, het is geen ramp. Wij blijven ondertussen even focussen op Corbin. Of focussen. Focus op zijn hoofd. Eer om wat gedetailleerder te zeggen. Hier, hoppa. Want het gaat gewoon nog niet echt heel geweldig. Signature move. Daar gaan we. Of reverse. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het was te verdomme weer te verwachten. Au, oh, end of days. Was dat zijn finisher al? Hé, hey, dat... Woe! Ik dacht dat ik er net al in zat, maar... Ai, ai, ai. Dit gaat moeizaam. Ik ga ook zo langzaam met mijn overall omhoog. Terwijl ik in de upgrade tree, waar dat gaat, toch al best wel wat heb geunlocked. Maar mijn overall schiet voor geen meter op. En dan is deze game op Legend verdomd lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben iedere keer al, na een paar moves, ben ik helemaal kapot. Ik snap dat hele... Ik... No... Wat ben je nou aan het doen, man? Hè? Hij leeft nog. Oh, kut. Even een showtje geven aan de fans. Doen alsof het bijna over is. Nou, ik lul. Dat was echt eng. Hè? We reversen weer eens een keer. Hurricanrana. Blijf op zijn hoofdje gaan. Ah, hij reverselt nu al. Ah... Nee, niet gaan staan. Dit is het domste wat je kan doen. Dat bedoel ik. Was gewoon eruit gerold, vriend. Had even je momentje gepakt. Oh, really? Gaan we dat doen? Gaan we ook vies spelen. Hoppa. Laat eens even de top rope opgaan. Bam, elbow drop. Beetje taunten. Oh. Hou controle. Hou het te agressief nu. Hij heeft geen reversal. Dat betekent dat het nou tijd is voor die signature move. En dit is waar wij terugkomen. Hier is een nieuwe signature move voor jullie. De drie amigos. Een tribute naar Eddie Guerrero. Boom. En ik heb het toch... Oh, fuck. Mijn stamina. Alright, we kunnen. We kunnen. Oh. Oeh, ik dacht dat ik hem miste, gek. Oh. Hij mist hem officieel ook. Laten we eerlijk zijn.
Maar hij liet hem toch connecten, om wat voor reden dan ook. Pin deze man. 2. Bam! Dat is de winst. Baron Corbin is verslagen. Buzz has done it, successfully defending his US title in an open challenge match. Yeah, but the cracks in his armor are already starting to show. It's only a matter of time before it shatters completely. Does armor shatter? It's a metaphor, Saxton. Don't hurt your brain.